komst hier van Nauten, Thijs en de Drentse Dalen. Daar in de verte langs recreatieplas Berkendonk met Beren van Buurden. Met Gijs van de Bigelaar en Raf Bastiaanse. Dat is een sterke trio op kop hier in de strijd om het Nederlands kampioenschap bij de jongens in categorie 2. Beren van Buurden, Beren sterk op kop rijden. In het spoor van hem rijdt Gijs van de Bigelaar uit het West-Brabantse kalder. En dan kijkt West-Brabant de Raf Bastiaanse. Hier komen ze voorbij, de drie koplopers. Nog twee rondes. Ja, met de drie koplopers was het bij de vorige passage hier in die krater. De twee man nog op kop. Is het toch gelukt bij Bastiaanse. Die zit dus netjes in het wiel. Drie man bij elkaar. Het is Van Beurden die de koppositie inneemt. Hij neemt het initiatief hier in de kopgroep van drie. Dus Van Beurden voor Van de Bigelaar, voor Bastiaanse. Dan in achtervolging Iker Slotboom. Ja, verliest weinig terrein hoor, die Slotboom. Hij dus nog steeds in schootsafstand, zoals ze dat noemen. Van Buitenlust in de rood-witte kleuren, Jasper van Katwijk uit Handel. Van de bocht op 2 voor Jurre Kroontje uit Burgum. Voor het drietal, hier aan de overzijde zien we ze rijden, onder aanvoering van Beer van Beurden. Met de achtervolgers Gijs van de Bigelaar en Raf Bastiaanse die direct achter hem voorbij komen. Maar stond hier ook voor Nauten Thijssen. We gaan de bel uiten voor het drietal aan de leiding. De man van Thebes in de camper, Beer van Beurden. Wordt hier voorbij gestoken door de coureur van Breda, Gijs van de Bigelaar. Met de Raf Bastiaanse. De sterke drie coureurs strijden voor goud, zilver en brons. Van de Bigelaar die dus gaat proberen, maar dan moet hij afrekenen met Van Beurden. Die Van Beurden die heeft ook al mooie dingen laten zien dit jaar. Sterke man in de kleuren van de Kempen. Ja, die weet ook dat er nog een Bastiaanse bij zit. Dan uit Spundel. We gaan het zo meteen allemaal zien. Die spannende titelstrijd hier bij de jongens. Daar stond hier voor Abe Bol. De kleuren van iedereen gescheiden door Outputs. Op de zegen vandaag hier de man van Wieligen Breda gaat hier op weg naar de verlossende eindstreep. En gaat hij het halen, heeft zijn demarrage geloond. Pakt hier de nationale titel. Gaat naar Gijs van de Bigelaar. Mooie tweede plaats, maakt het succes van Wieligen Breda compleet. Raf Bastiaanse, hele mooie derde plaats gaat naar Beer van Beurden. Start voor het appel, graag nog melden. De meisje categorie 3, dus er nog twee meisjes de deelnemers zijn die daar niet gemeld hebben. En het publiek brengt de handen op elkaar voor de regionale favoriet uit Mierlo, Kai van Halfvoet de Forsing. Met een mooie voorsprong gaat hij zo dadelijk hier voorbij komen en ziet hij de rondebocht op 2 staan. Vanuit het kersendorp Mierlo gaat hier aan de leiding, Kai van Hoof. Ook nog twee rondes voor Sam van der Drift. Ja, Rieder zit al te roepen nog twee rondes. Dan laten we winnen in oktober met de Helmkos en weet dus wat het is op te winnen op dit parcours. Maar vandaag is de inzet natuurlijk het rood-wit-blauw en de gouden medaille. Deelnemers komen in de volgende categorie uiteraard. Alles gaat hier in finishen. Naar de nationale titel. Hij kijkt eens achterom, Kai van Hoof. Naar de titel voor Danny van der Bogaert. Opnieuw het rood-witte tricot. Straks het rood-wit-blauwe tricot voor Kai van Hoof. Hier komt hij binnen, geef een geweldig applaus. Mierlo Helmond laat hij horen voor Kai van Hoof. Nationaal kampioen 2019. We gaan een mooi duel krijgen vanaf de tweede plaats. Even ruimte vrijmaken, jongens. Even ruimte vrijmaken. Die gaat naar Bart Huibrechts. Even als vorig jaar pakt hij hier zilver. Mooie derde plaats gaat naar Teun van Beurden weer op het podium. Mooie vierde plaats voor Rens Kalsbeek. Fluitje heeft geklonken. Veel succes, meisjes. De strijd om het Nederlandse kampioenschap met Rianne Nieuwenhuis daar. Die heeft juist met de opkomst van doorgaans. En ze gaan op weg naar de strategische plek die mijn collega Joop Emmen op het parcours heeft ingenomen, waar hij een schitterend uitzicht heeft op de eerste in de wedstrijd. Naar jou het woord, Joop. Graag zijn zo meteen.
Luctor uit Embergo gaat op weg naar de verlossende eindstreep. Op weg naar de nationale titel, gaat de titel prolongeren. Nog één bocht en dan is ze er op weg naar de eindstreep. Helena van der Veken. We gaan een geweldig applaus laten horen. We brengen onze handen op elkaar. We gaan onze handen warm klappen voor de nieuwe nationale kampioen. Volgt zichzelf op, Helena van der Veken. Even plaats maken voor het sprintduel om de tweede en derde plaats. Even plaats maken, sprinten dan op de tweede en derde plaats. Hier gaat de zilver naar Putten, naar Bente Jochems. Het brons voor Rianne Nieuwenhuis. Kijk eens hier, de aankomst kwam nog dichtbij van Jinte Nijboer. De anderen gaan uiteraard ook het finishen. Applausje als gegeven, jongens, heel veel succes. Hele meute verdwijnt uit ons zicht onder aanvoering van Floris Haverdings. De mannen met de grootste motor in deze categorie. Maar in ieder geval mooi om te zien. Het gaat hard en er wordt strijd geleverd voor iedere meter. Ik dacht daarbij ook in de volgende keien solo gezien te hebben. We gaan eens kijken zo dadelijk voor de eerste passage. De overzijde langs de borden van de recreatieplas met de koplopers. Hogeveen won die in Oosterhout, Biesel, Oplo, Lieshout, Dommelen en in Hogeveen, Almelo, Dordrecht, Woerden en in Parvelte. Dat hier voorbij komt op sleeptouw genomen door Sven van Merrienboer. Volgen Jan en Knop. Uiteraard mede mogelijk gemaakt door GH Solutions, spieren voor spieren, Lucalux. Line, de Stef Hercombi Marie van Boven, Roger Lievermakel evenementen van de Nieuwenhout, Arne van de Heuvel, Engels plafond scheert op hij. En weet het, die kwam via de Facebookpagina van Offroad. En Ruud Nagegast. Het gaatje is klein hoor, want het is 20 meter hooguit op het groepje wat aangevoerd wordt door Floris Haverdings. Daar zit dan Daniel Agricola bij, de Dirkse onder andere. En zo klauteren ze daar omhoog en dan komen ze naar beneden. En dan moeten ze allemaal van de fiets af, want daar heeft de parcoursbouwer zo'n mooie haakse hoek ingelegd dat ze wel van de fiets af moeten. Het is bijna niet te doen om daar te blijven fietsen, want dat ziet daar ook Keijen Solen. Die rijdt dus, of die gaat van de fiets af, loopt een stukje, stapt dan weer op de fiets. En dan weer de fiets af, want dan komen ze weer in de zandbak. Applaus na 5 podiumplaatsen. Is het eindelijk raak voor Jelte Jochems? Zo lijkt het nog enkele honderden meter. Is er. Gaat hier zo dadelijk de nationale titelstrijd op zijn naam schrijven. Categorie 7 draait de laatste bocht in. De man van ATP, Vereniging Oldenbroek, gaat hier een geweldig applaus krijgen. Hij wordt de nationaal kampioen voor Jelte Jochems uit Putten. En daarmee de overwacht in dit seizoen aangevend. Hij won hier de Helm Cross als opening van het seizoen. Hij sluit zijn seizoen met deze prachtige nationale titel af. En voor de man in eigen regio, voor eigen vereniging, Vaas Guuske, Guus van de Einde vandaag voor het zilver. Dan gaat ze dadelijk hier beslag leggen op een schitterende derde plaats. De man van Jan van Aken uit Groot Amers komt hier. Hier is hij, een mooie derde plaats voor Christian van Rees. Mooie vierde plaats, die gaat naar Tom van der Berg. Alle deelnemers uiteraard die finishen, Thijs van Doormaal. Aankomst ook zojuist van Jaden Bos. Van wielervereniging Seinel Output. Aankomst ook van Siem Kanters uit Erp. En hier ook van Tom van Herwaard uit Rossum. Al 5 vandaag in de daguitslag.
Het gevolgd worden ze dadelijk door Hidden Zwart.